stinkende plantage middelaan in Amsterdam. Echt. Freedom Lab is the best. Dank jullie wel. Ja, Stekel, 5 jaar topnames. Daarvoor zijn al die mensen ook hier om elkaar te ontmoeten, om glas te heffen. Je hebt de champagne... Ja, wil je nog een glaasje of niet? Oh ja, overheerlijk man. Jij hebt al, hè? Hij zit nog in plastic, dat is helemaal goed. Hij zit in plastic, ja. Plastic glaasje, moet kunnen. 5 jaar lang maken we iedere dinsdagavond topnames. In ieder geval komend jaar blijven we dat doen, maar ik denk eerlijk gezegd ook nog wel een stukje langer. Want het is te leuk om iedere week mensen te mogen spreken, te mogen uitnodigen. Met mooie verhalen, met interessante inzichten, et cetera. Steven, jij bent er één van. Steven van Wil van Karma. Even terug, heb je Karma bij? Ik heb mijn LinkedIn wel goed. Nee, ik heb hem niet bij me. Ik kon hem namelijk niet meer vinden. Ja, dat is spannend. Maar we moeten misschien eerst even uitleggen wat Karma is. Ja? Leg dan dat zelf even uit. Wat is Karma? Ja, Karma is gestart om een super eenvoudige manier te bedenken om online te komen. Niet in Nederland, maar in Amerika. Ja. En langzamerhand zijn wij van een reisoplossing iets heel erg stouts gaan doen. Wij zijn de thuisinternetmarkt opgegaan. Hè, waar we hier de UPC's en de Ziggo's hebben. Okay, helder nog even voor de kijker thuis die het niet kent. Het was een klein kastje, heel mooie vorm gegeven en een mooie doosje. Ja, ik heb hem niet heeft bij iemand, me. Hij werkt nu ook vandaag niet. Maar ja, een klein make-up boxje. Het werkt helemaal niet in Nederland. Nee. En wij hadden er gelijk een besteld toen we naar Austin gingen. En het mooie ervan was, daar kon je een databundel in kopen en dan kon je online. Maar het mooie was, je koppelde maar je Facebook-account en iedereen die op jouw kastje inlogde, op het vliegveld of zo, die dan kreeg je 100 MB cadeau. Ja. Of 150 of weet ik veel. Dus wij hadden binnen no time, hadden wij meer... Jullie staan volgens mij nog steeds maar bovenaan de lijst. Ja. We hebben een hoop geld gekost, maar dat was wel leuk. Ja, fantastische dienst. Ja, nee, dat was het idee. Ja, klopt. En dat ging aanvankelijk heel goed. Ja, dat ging eigenlijk heel lang heel erg goed. Zijn van dus meer de reizigerskant opgegaan. Hè? Mensen die 1-2 keer per jaar naar Amerika komen. Naar een moment gekomen dat mensen 2 keer per maand, 2 keer per week. En eigenlijk opeens elke dag Karma aan het gebruiken waren. Nee, dus je gaat van een mobiele provider, ben je opeens internetprovider geworden. En dat zijn die per ongeluk geworden eigenlijk? Nou, we hebben daar wel ons best voor gedaan. Maar dat ging wel heel erg snel. En als je aan het kijken bent naar waar wij naartoe wilden. Ik ben... een hele grote gelover dat draadloos internet nu nog heel erg slecht werkt. Thuis hebben wij draden die door de straat heen gaan. En dan gaat het in een appartement en dan naar een andere kamer toe. En we hebben onszelf gek gedraaid dat wij draadloos internet hebben. Maar stiekem zit het hele huis nog vol met draden. Ik heb gisteravond scheldend op mijn Access for All modem het internet proberen aan te sluiten thuis. Na een week. En er waren een hoop draden bij nodig. Ja. Dus als wij dat helemaal kunnen overslaan en eigenlijk 4G LTE kunnen nemen, wat gewoon in mijn telefoon binnenkomt, werkt eigenlijk al sneller dan mijn thuisinternet. Snel genoeg voor Netflix, wat eigenlijk soort van bij ons de golden standard was. Ja. Heel veel sneller hoeft niet. Nee. Als ik mijn films kan kijken en mijn series kan kijken, dan doen wij een prima job. En bij Karma ging dat enorm snel, waarbij mensen op een gegeven moment hebben gezegd, wij doen Comcast en Time Warner, wat dus de Ziggo's van Amerika zijn, doen wij aan de kant. En wij gaan ons hele hebben en houden gaan wij over Karma gebruiken. En wat gebeurde er toen met de data? De data deed het enorm goed. Ja. Zo goed dat ik stom verbaasd rond oud en nieuw de bekende hockeystick zag. Maar de hockeystick in groei, maar de hockeystick ook in kosten. En dat is niet altijd het hockeystick die je wilt zien. En dat betekent dat wij eind van vorig jaar ons product Neverstop in de markt hebben gezet. Enorm commercieel succes. Maar in januari, toen wij in Vegas waren voor CES, van de markt af hebben gehaald. 60 dagen nadat wij het gelanceerd hebben, bleek het verbruik 30, 40 keer zo hoog te zijn. Dan zeg maar ons stomste, bizarste Excel-sheetje. Echt waar. En dat betekent dat de rekening ook iets hoger was dan deze jongen had verwacht. Ja. Dan kun je gaan nadenken, kunnen wij nog langer doorgaan hiermee? Of gaan wij terug naar de tekentafel en gaan wij kijken of we het opnieuw moeten doen? Maar ja, het is echt een totale inschattingsfout gemaakt. Wat ja. er zou gebeuren. Ja, een hele, ik heb de luxe dat ik exact weet wat ik fout heb gedaan. Ja. Ja, als je vaak aan het ondernemen bent, dan doe je 20 dingen en dan de combinatie daarvan gaat het mis. Bij Karma was het heel simpel. Het product heette Neverstop en ik hou er niet heel erg van om bullshit te verkopen. Dus dat betekent ook dat het nooit stopte.
Het had handig geweest als we daar een klein stopje in hadden gebouwd. En dat is waar het voor het bedrijf... op een gegeven moment kom je gewoon in de moeilijkheden. Je bent heel erg snel aan het gaan en je moet bijsturen. Wij hebben een hardwareproduct. Wij hadden op dat moment ongeveer 250.000 gebruikers. Dus dat gaat heel erg snel. Dus als die hele boel van mensen heel veel data gaat gebruiken... en dat betekent... klanten gesproken die zo van 5 schermen Netflix hadden staan 24 uur per dag, alsof de normaalste zaak van de wereld was. En dacht ik van, nou ja, dat is op zich wel een mooie setup, maar niet wat wij verwacht hadden. Nee. Dan heb je dus een product dat eigenlijk 2 jaar te vroeg al zo goed werkt. Wat allemaal heel positief is. Maar als je vervolgens... Ja, want wat betekent, dan gaan mensen namelijk dat extreem gebruiken en dan iedereen, ja. Weet je, dan ga je inderdaad 5 schermen aanzetten. Dan ga je 5 schermen aanzetten en dan ga je ervoor zorgen dat je het gaat gebruiken zoals jij thuis internet gebruikt. Ja, ik was daarvoor al een beetje pissed off met... Vertel, wat heb ik verkeerd gedaan? Nee, want dat kastje wat ik... Ik kan er nu niks meer aan doen, hè? Nee, dat kastje wat ik jou net vertelde, wat wij hadden gekocht, waar nog 4 giga data op stond. Ja. Jullie hebben de eerste generatie kastjes ook moeten afschrijven. Ja. Ja, expres. Hoe zat dat precies? Nou, wij hebben... Dat ding was voor mij opeens waardeloos. Ja, ik kon wel overstappen op Go. Ja, en dat was natuurlijk de bedoeling. Nou, wat er uiteindelijk is gebeurd is... Carmen werkte op een netwerk, WiMAX, wat hier in Nederland tot een heel kort leven heeft gehad. Maar dat was voor een start-up. We hebben het hier over een start-up die snel wil lanceren. Ik hou ervan om geld te verdienen, om iets te maken waar mensen geld voor vragen. Dus de makkelijkste manier voor ons was een product te pakken op een technologie waarvan wij al wisten dat het op een gegeven moment ging stoppen. Je zet een product in de markt en bij ons was het truc dat de data die je koopt, die blijft altijd van jou. Ja, als je bij een tankstation gaat en je gooit je auto vol, in dit geval dan niet de Tesla, maar je gaat je tank volgooien, dan wil je niet dat die pompbediende na 30 dagen de benzine komt leeghalen. Dus dat was bij Carmen ook zo. Na 30 dagen is de data gewoon van jou en we komen er niet aan. Maar als de technologie beter wordt en sneller wordt, kun je als start-up 2 dingen doen. Je kunt de oude technologie blijven ondersteunen, waardoor je toch een beetje een monster aan het opbouwen bent. Of je steekt de stoute schoen aan, trekt de stekker eruit. Heb dan een aantal boze e-mails gehad van Stekel. Ik tik dat netjes terug uiteraard in mijn steenkolen Engels. Ook wel de stekelholders. Uiteraard, ja, we hebben een aparte inbox hadden we daarvoor gemaakt. En dan ga je een nieuwe generatie lanceren. Ja. En die werkte vele malen beter dan wij dus dachten. Ja, maar je zei net, hè, van ik kan er niks meer aan doen. Dus, en je zei daarvoor, heb je mijn LinkedIn gecheckt? Ja. Waar sta je nu? Ik sta nu weer helemaal terug in Amsterdam. Het betekent dat het bedrijf heeft op een gegeven moment een keuze moeten maken. Gaan we naar links of gaan we naar rechts? En daar gelaten wat exact die richting was, wilde ik heel erg graag naar links. En een gedeelte van de mensen rondom Carmen, dat zijn investeerders, board of directors, die wilden graag naar rechts. En dat kun je een tijdje volhouden, maar je bent als starter ben je ook aan het rennen. Hey, als je rustig loopt, dan kun je elkaar nog wel een keertje ontmoeten als je van links of rechts gaat. Maar als je hard gaat, dan op een gegeven moment ga je zo ver uit elkaar dat het einddoel verandert. En ik voelde me daar niet heel erg prettig mee bij. En van de andere kant van de tafel voelde een van de investeerders zich ook niet prettig bij hoe hard ik naar links toe liep. En dan barst dat op een gegeven moment. Ja. Dus dat heeft voor mij betekend dat ik eind juni, 3-4 maandjes geleden... een soort van het bekende Amerikaanse kartonnen doosje gepresenteerd kreeg en daar mijn fotootje in heb gestopt en het kantoor uit ben gelopen. Dan stopten de e-mails, wat heel erg prettig is. En dan stoppen alle slekken. Steek om nergens meer te bekennen, om er geen zorgen over te maken. Ja. Maar dat betekent ook dat dan het bedrijf gaat nadenken over wat gaan we dan doen. En vooral het team. Het team heeft eigenlijk langzamerhand afscheid genomen van die nieuwe richting. Ja, want een andere collega Nederlander, Steven... Ja, mijn co-founder, Carmen, 2 co-founders, Bobby, Robert Gaal, die nu TQ runt hier in Amsterdam. En Steven Borsje, zeg maar mijn partner in crime voor de afgelopen 5 jaar als technische man. Die moest al mijn stomme ideeën bouwen. Dat deed hij heel erg goed. Maar die is ook weg? Die is ook weg. Omdat de simpelheid en dus de richting waar wij heel graag naartoe wilden, thuis internet vervangen, dat zat niet meer in sync met waar uiteindelijk dan de partij naartoe wil. Hoe teleurgesteld ben je mee? Ik ben niet teleurgesteld, ik ben vooral heel erg trots op wat wij gebouwd hebben.
Wij zijn als drie broekies naar Amerika gegaan met nul verstand van geld ophalen, nul verstand van telecom en we konden een beetje Engels. Nou, inmiddels is dat iets beter geworden. Mm-hmm. Ik kan de gemiddelde telecom man of vrouw kan ik redelijk mee discussiëren. En we hebben een product gebouwd dat door heel veel mensen als een, wij noemen dat een lovable brand. Karma was niet heel erg goedkoop. Jullie weten ook dat het niet altijd werkte. Maar mensen waren er wel heel erg blij mee. Bijna iedereen. Ja, en, ik was er ook super blij mee. Dat weet ik. En dat maakt het heel erg leuk dat we dat hebben kunnen bereiken als, als drie Hollanders die naar Amerika toe gaan. En dan ga je uiteindelijk kijken naar heel veel geleerd en één hele grote fout gemaakt. Ik heb meer fouten gemaakt, maar dit was een grote fout. En daar moet je dan ook voor boeten. Ja, want dat, was ook wel dat is uiteraard vaak ook wel het begin van een vertrouwensbreuk met een board of directors en investeerders. Dat was bij jullie ook zo, denk ik. Ja, nou, ik moet zeggen dat eigenlijk alle investeerders, inclusief de investeerders waarmee ik op het laatste moment niet meer door één deur kon, ons altijd ondersteund hebben. Zelfs toen in januari ik zeg van, hallo, ik heb op zich een redelijk grote blunder gemaakt, we moeten praten. Is het zeker aan die kant van de plas niet het verhaal meteen in paniek. En we gaan rustig praten met het netwerk, we gaan kijken hoe we het kunnen bijsturen. Maar langzamerhand, omdat er steeds meer belangen zijn, omdat ik ben eigenwijze jongen. Ik wil wel heel erg graag links lopen op dat moment. En dan moet je die keuze gaan maken op een gegeven moment. Dus ik heb er heel even van gebaald. Maar als je dan ziet wat er uiteindelijk is gebouwd in vier, vijf jaar tijd. Ik had het nooit durven dromen dat wij een internetprovider zouden bouwen die toch aan het snoepen was aan Time Warner Cable. Ja. Hoe kijk je nu naar de toekomst zeg maar, van die van dat mobiele internet, van de Ziggo's van deze wereld? Nou, ik was eergisteren heel erg blij verrast toen ik op nu.nl las T-Mobile lanceert 4G LTE thuisinternet. Ik dacht, dat is top, want dat is wat ik heb bedacht. Ja. En dat is heel erg mooi, omdat ik ben er nog steeds heilig van overtuigd dat het daar naartoe gaat. T-Mobile, zonder reclame te maken, heeft een abonnement neergezet dat heel erg dicht in de buurt komt van wat wij de Amerikaanse markt hebben gezet. En ik heb meteen ingeschreven, want ik denk dat het uiteindelijk daar naartoe gaat. Ik denk dat het nog steeds absurd is dat wij kabels moeten trekken om uiteindelijk wifi te krijgen. Dus dat gaat gebeuren. En het gaat net als de zelfrijdende auto's waar we heel veel over hebben gehoord de afgelopen weken en jaren, gaat ook dit gebeuren. Ja. We gaan naar een tijd toe dat jij je laptop open doet, er een chipje in zit en je bent gewoon online. Gaat die, is het niet juist in andere landen waar die stap sneller gezet zal worden? Want wij zijn eigenlijk landen waar er ook belangen zijn. Hè? Ja. Ziggo's en andere partijen, de Time Warners van Amerika, hebben er ook belang. Want ze zijn de eigenaar van de infrastructuur, et cetera. Het is niet hun eerste belang om dat overbodig te maken. Als je soms leest over Afrika of andere plekken waar ze stappen overslaan. Ja. Daar zal het waarschijnlijk nog sneller gaan. Ja. Ja, als je kijkt naar Afrika, waar eigenlijk een hele generatie van thuistelefonie geleapfrogged is naar meteen mobiel. In Korea is dat een prachtig netwerk, een van de snelste netwerken ter wereld. Dus er gaat in hele technologische landen gaat het snel, omdat er gewoon mensen zijn die inzien dat dit de juiste stap is om te nemen. En in, de derde wereldlanden, is er geen budget om overal fiber in de grond te leggen. Maar is ook de realisatie dat wireless technologie die fiber connectie eigenlijk heeft ingehaald. En als jij een gamer bent en hele lage latency wil gebruiken, je wilt dat de website heel erg snel laat, ja, dan moet je dat nog niet doen met LTE. Maar voor, ik durf te zeggen, 99,5% van het publiek en de bevolking is het meer dan voldoende. Ja. Even een vraag van Twitter, van Christian Solzer. Wat zou jij meegeven aan start-ups die de overstap naar de Verenigde Staten willen maken? Jullie zijn daar gewoon begonnen, dus vind ik wel anders, maar doe het alleen maar als het hier al werkt. Ik heb veel start-ups gesproken die bij ons op kantoor kwamen met de behoefte om, ik wil het zo graag naar Amerika toe. Het is enorm duur, Amerika. Van huur tot het bier, personeel. Tot personeel. Enorm veel geld. In Amerika heb je de concurrentie. Wij zaten in New York. Van de Kickstarters tot Foursquare tot Facebook, Google.
daar ben je het mee bezig. En als jij iets moois wil bouwen voor een markt en voor een globale markt, is daar het talent waar je vandaan moet halen. Hier heb je ook fantastische starters, maar er zit hier geen Facebook. He, dus je hebt het talentpool is enorm competitief. En je kunt hier in Nederland een fantastisch product bouwen. Een groot gedeelte van Karma, bijna alles van Karma, is in Nederland gebouwd. Twee programmeurs in Rotterdam, één in Ede en één in Haarlem. En die hebben dat hele systeem gebouwd. Dus je hoeft niet naar Amerika toe. En het gaat ook zeker niet heel veel makkelijker worden als je daar bent. Als je hier een product hebt dat heel goed werkt, kopiëren naar Amerika heel erg goed. Als je het hier nog niet werkend hebt gekregen, ga het eerst even hier proberen te fixen. Dus jij gelooft al heel erg in dat piloten in een relatief kleine markt. En met... 100%. Wij zijn toevalligerwijs in New York beland. Ik weet nog heel erg goed dat Bobby en ik tegen elkaar zeiden, wij gaan echt niet naar Amerika toe nu. En als je daar dan bent en door omstandigheden komen wij in de juiste accelerator terecht en we kunnen geld ophalen en dan ga ik het ook gewoon doen. Maar ja, probeer het eerst maar eens hier. Maar is dat geen argument? Want dat hoor je natuurlijk ook vaak. Hè? Het is in Amerika natuurlijk moeilijk, want er is veel meer concurrentie. Ja. Maar als je geld kan ophalen, kan je ook veel meer geld ophalen. Oftewel, kan je grotere stappen zetten. Ja en nee. Ik weet nog heel erg goed dat wij daar naartoe gingen met de ambitie om $500,000 op te halen. En wij liepen uiteindelijk weg met iets meer dan 2 miljoen. Maar mijn programmeur was ook $150,000 en niet $40,000. Ja. Dus je haalt wel meer geld op, maar de kosten groeien eigenlijk mee. En Karma was een klein beetje uniek omdat ons product werkte alleen maar in Amerika. Ja, ja, om dan in Nederland te blijven zitten was niet heel erg handig. Maar heel veel startups die ik nu hier spreek afgelopen maanden, ja, die kunnen perfect vanuit Nederland eigenlijk de wereld proberen te veroveren. Ja. En op een gegeven moment is het ook niet een enge stap om dan naar Amerika toe te gaan als het werkt. Weet je al wat je zelf gaat doen? Nee. Nee? Ik heb de hele gekke luxe dat ik nu voor het eerst sinds mijn 18e al 3 maanden in ieder geval een klein beetje niks aan het doen ben. Ja. Dus niet 7 dagen in de week bezig met één idee, maar met mijn vrouw en kinderen. Mag ik daaruit concluderen dat je ook goed gecompenseerd bent voor je aandelen die dat, je nog dat, in Karma had? Dat mag je concluderen, maar dat is een foute conclusie. Dat mag zeker concluderen. Je mag concluderen wat je wil. Ja. Je mag concluderen wat je wil, maar dat is niet wat is gebeurd. Ik ben heel erg netjes uit elkaar gegaan. Ja. Ik ben netjes uit elkaar gegaan, wat mij in ieder geval de ruimte geeft om hier niet direct ergens in te springen. Wat mensen om me heen die me daarbij helpen. En dat is heel erg fijn. En dat laat ook zien dat uiteindelijk het netwerk wat we hier hebben opgebouwd met, nou, we noemden al Club Bing en al iedereen die is langzaam aan succes aan het boeken en iedereen is elkaar, iedereen is rondjes aan het maken. Ja. Een keertje naar Amerika toe, een keertje terug, een keertje hier iets proberen. En dat is iets wat je nu langzamerhand in Nederland ziet gebeuren met dank aan Startup Bootcamp, aan Rockstart. We zien al die programma's beter ondernemers opleveren. En dat gaat op een gegeven moment, en dat kan nog wel 10 jaar duren, gaat dat langzamerhand een soort van mini New York of Silicon Valley opleveren, hoop ik. En hoe ga je nu die volgende stap zetten? Want je weet het nog niet, maar wat moet ik me nou voorstellen? Is het gebied wat je de afgelopen 5 jaar onderzocht hebt, het gebied waar je in wil blijven? Ik omschrijf mezelf als een heel erg lui en snel geïrriteerd persoon. Ik heb de laatste 18 jaar ik heb appartementen gebouwd omdat ik heel erg graag zelf wilde wonen en dat heel erg stom vond toen dat ging. Toen ben ik iets in drukwerk gaan doen omdat ik dat heel erg stom vond. Toen ben ik Karma gaan bouwen omdat ik dat heel erg stom vond. Dus er gaat in de komende maanden iets komen wat ik heel erg stom vind. Ja. En dan ga ik dan een paar keer tegenaan lopen en dan denk ik, ja, dat is misschien wel een heel goed idee. Ja. Ja. Nou, spannend. Dankjewel. Ja. Als je het weet, mag je het weer eens dan, vertellen. Kom het graag. Mits er weer mannenliefde bier is, kom je zeker terug. Ik graag vertellen. Hey, dankjewel voor het openhartige verhaal. Dankjewel. Ja, ontzettend bedankt, man. Ja, dat was hem, Stekel, zei je net tegen me. En dat was hem. Fantastisch. 5 jaar. Nou, toch wel op naar de volgende 5, toch gewoon. Tuurlijk. Ik kan helemaal niet zonder je, man. Ja. Hey,
En ik kan eigenlijk niet zonder dit soort verhalen, want ik word hier ook heel erg vrolijk van. Bedankt, Steve, dat je het wilde vertellen. Want dat zei ik aan het begin al, toen ik de introductie deed. Weet je, het leuk is dat we dit al wat langer doen, dat de pieken dalen, allemaal hier meepakken. En dat je juist ook van dit soort verhalen enorm veel van kunt leren. We bedanken jullie thuis, we bedanken iedereen hier aanwezig natuurlijk. 2ML die ervoor zorgt dat de site mooi gehost is. Bier & Co. Die ervoor zorgt dat we lekkere biertjes hebben. En natuurlijk Streamzilla, die al bijna 5 jaar, nou, inmiddels zal het ongeveer 5 jaar zijn, ervoor zorgt dat je live kunt meekijken iedere dinsdagavond. Het was een stekel. Zullen we gewoon verder gaan drinken? Iedereen heel erg bedanken hier. Laten we doen. Oké, dankjewel. Bye.